Kijk, chic vervoer hebben wij gewoon nu. Toch? Nou ja, het is wat anders, ja. Je ziet ze niet zo heel veel. Nee, ik vind het wel echt een hele mooie auto. Blijf, elke keer als ik hem zie, dan denk je, ja, zo'n A8 en S8 van deze generatie is wel echt beetje, goed gestyled. Ja, nog steeds mooi. Ja, dat hij is natuurlijk, hij dateert wel een beetje. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar het is, ja, qua lijnen, het blijft een mooie auto. Ja. Moderne Audi meuk is allemaal niks, joh. Dit is de... Nou ja, kwalitatief. Nee. Is dit wel beter? Ja, dit zijn wel hele goede auto's eigenlijk, hè? Toch? Dus die A8, S8 van deze generatie. Ja, die, van, inderdaad, die 4,2's, die V8, ja, die... Blijven wel gaan. Ja, je hebt ze ook met 3 ton of 3,5 ton, ja, dat blijft wel dat blijft wel pruttelen. Blijven gaan, joh. Hey, ben jij een echte Audi-man? Nou ja, ik ben vrij universeel. Ik vind... Elk merk heeft wel mooie auto's, maar zeg ik met Audi, zeker van de rond dit bouwjaar, vind ik, ben ik wel echt een Audi-man, ja. Ja. Het is wel lekker. Hoe oud is deze? 2000. 2000? Ja. 90 jaar oud. De facelift. Oh ja, ik kreeg het ook wel weer. Dit is het eerste model, die had die deelbare lampjes en die had interieurtechnisch wat... Wat grotere knoppen, dat was echt wel gedateerd, dus dit is wel iets luxer. Ja. Ik vind het wel mooi met het carbon en zo hier in de middenconsole. Ja, dat was niet standaard, dat heb ik zelf. Oké. Het was eerst hout, alleen ja. Hout, om de open hardware aan te maken. Verschillende kleuren hout, dus het was ook niet zo netjes meer. Dus ik heb een, En hoe lang heb je deze auto nu? 2 jaar. 2 jaar? Ja. Oké. Ik heb hem net weer aan elkaar gekeurd, dus Je bent zelf monteur, hè? Toch? Ja, klopt. Ja. Oké, okay, dus je kan het ook allemaal zelf doen? Ja, ik heb hem net zelf weer gekeurd, dus hij is... Hij is gewoon weer goed. En je durft er zelf weer te rijden, dus dat is... Of naast te zitten. Ja. En bedoel, vergt het veel onderhoud? Want het is natuurlijk wel een topklasse auto en het is een beetje performance versie. Dus het zou ook niet raar zijn als je toch wel er iets aan uit moet geven. Ja, het valt me mee. Ja? Ik had hem gekocht 2 jaar terug bij een handelaar in Soest. Nou, dat was eigenlijk, had ik alle reden om hem niet te kopen. geen onderhoudshistorie, hij zat niet knap in de lak, van binnen was hij niet netjes. Automaatje schakelde niet lekker, distributie moest vervangen worden. Ja. Maar goed, met het zicht van nou, ik doe het zelf en ik neem de gok, de prijs was goed, dus ik heb het gedaan. Ja. Nou, en ik heb hem opgeknapt en hij is eigenlijk... Dus het was zeker in het begin was het wel een kostenpost. Kijk, distributie, mijn automaatje, het was wel... Dus in het begin hebben er wel wat kosten aangezeten, maar nu de laatste tijd eigenlijk bijna niks meer. Je hebt hem gewoon gemaakt. Ja. Het is meer cosmetische dingetjes waar ik me nog wat aan stoor of waar ik denk van nou, dat in achterlichtje er zit wat water in. Okay. Er was toevallig vorige week een raammechanisme wat stuk ging. Maar goed, ja, het blijft inderdaad een auto van 19 jaar oud. Dus. Je displays. Displays. Voor jou valt het misschien niet eens meer op. Maar ja, die lettertjes die worden wat... Het zijn echt cosmetische dingetjes, maar ja. En was je echt op zoek naar een S8 of was het gewoon wat je tegenkwam en dacht, dit is misschien wel leuk om te doen? Ik vond het wel altijd leuke auto's, maar ook gezien de maandelijkse kosten qua tank en qua wegenbelasting dacht ik, ja, ik wil wel zo'n ding, maar ik ga er geen 10.000 euro aan uitgeven. Nee. En toen kwam ik eigenlijk deze tegen voor relatief weinig geld, omdat die zoveel mankeerde. Ik denk, nou ja, dan kan ik de gok wel wagen om het te doen. En ik kan op de fiets naar mijn werk, dus ik hoef hem ook niet elke dag te rijden. Dus ook dat is wel de reden dat hij... Dat blijft natuurlijk ook beter. Ja, als ik er dagelijks grote stukken mee moest rijden, dan had ik hem, dan was hij waarschijnlijk al weggegaan. Ja, snap ik. Lekker, hè? Dit is wel een zo'n formaat auto. Ja, het rijdt gewoon... Goed. Heb je al een beetje leuke tochten mee gedaan of zo? Of is het vooral in Nederland? Ja, vooral in Nederland. Ik wel, wel een paar keer in het zuiden en dingetjes, maar ik heb geen wereldreizen meegemaakt. Niet in de Alpen mee geweest? Nee. Nee, ik moet ook zeggen, als je er ook wel een lang stuk mee rijdt en er zeker goed mee trapt, dan... Die tank gaat wel vrij hard, hoor. Ja? Ja, het is wel een 50 euro tanken, maar dat is zo weg. Maar goed, dat is... Dat weet je. Maar dit is 360 pk, toch? Ja. 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 2, ja, 4, de facelift. Ja. Ja, ik vind het. Kijk, het is wel een hoop vermogen, maar het is ook best een zware auto. Dus het gaat van zijn plek, maar het is niet heel snel. Nee. Het is
het is goed. Het is wel aluminium, toch? Van die, ja, de carrosserie is best wel veel. Ja, wel standaard vierwielaandrijving. Dus je hebt uiteindelijk is het volgens mij net zo zwaar als de 7-serie of S-klasse van die tijd. Ja, ze beweerden dat die inderdaad lichter was dan de S-klasse en de 7-serie. Maar ik denk dat het einde van de streep niet zo heel veel uitmaakte. Nee. Voor mij weegt die 17,5, even minder. Voor mij die S-klasse en die 7-serie waren even zwaarder. Maar het is verwaarloosbaar. Ja, dat is wel niet veel. Maar het zijn gewoon grote auto's. Dus ja. Ja. En wat had je hiervoor, Koto? Ik heb heel veel auto's gehad. Ja. Goed, als automonteur koop je natuurlijk een hoop en verkoop je weer een hoop. Ja, natuurlijk. Is dat zo? Doe je dat? Gewoon een lekker een beetje handelen en opknappen? Ja, een beetje klooien. Er wordt wat ingeruild op je werk of bij een ander. Dat je denkt, nou, dat vind ik wel even leuk. Dat is wel grappig. En dan koop je het en dan knap je het op en dan verkoop je het weer. Maar hiervoor heb ik een Audi A3 gehad, zo'n 1800 turbo. Ja. Ook gekocht met schade uit Limburg vandaan. Daar heb ik nou, denk ik, anderhalf jaar in gereden. En toen kwam ik deze tegen. Dus dit is eigenlijk de Daily Driver. Daily Driver. Audi S8. Ik heb hiernaast nog een Honda CRX. Maar die staat eigenlijk al, ik denk dat die al bijna 3-4 jaar stil staat. Gaaf. Zo'n, wat is het, die eerste generatie? Nee, zo'n Del Sol. Zo'n, dat is een cabriootje. Ja, niet echt, dat is ook leuk. Nee, die eerste generatie denk ik helemaal niet meer. Hè? Dat is echt al, Nee, die zijn allemaal wel een beetje rot. En Del Sol, maar de Del Sol moet ook nog wel daar gebeuren, dus dat je er niet meer rijdt. Ja, die eigenlijk nou, in mijn jongere jaren helemaal verbouwd tot, ja, het is eigenlijk heel fout, helemaal verlaagd en van alles, eigenlijk alles wat je er niet mee hoort te doen, heb ik er toen aan gedaan. Met, ja, opponenten, de passie is er een beetje af en dan blijft dat staan. Ik wil hem ook nog niet wegdoen, dat vind ik eigenlijk ook weer zonde. Ja. Dus ja, ik heb tijd buiten gestaan. Hij staat nu in ieder geval droog. Ja. Maar ja, moet... Er moet nog wel het een en ander aan gebeuren, ja, wil die weer op de weg komen. Maar dat wil je wel gaan doen. Ja, ik wil eigenlijk van de zomer wel weer sturen. Ja, zo'n kabel. Is het een Targa of is het echt, gaat de achteruit ook naar beneden? Het is wel een... Nee, het is wel een... de achterstijl blijft staan. Ja. En het dak kan eraf en het raampje kan naar beneden, maar die achterstijl die blijft altijd. Ja, ja. En je hebt dan die varianten met zijn elektrisch dak. Dat de klep omhoog gaat, dat hij dan de dak eruit pakt. En dit is echt gewoon met een handdakje, die moet je er zelf aftillen. Ja. Je gaat hier ook wel relaxed van rijden in zo'n S8, hè? Dat je denkt, ja, nou ja, ja, het hoeft niet. Hij kan is, wel. Hij kan wel snel zijn, maar dat hoeft niet. Het is eigenlijk meer een cruiser. Het automaatje is ook niet zo snel. Het is ook geen... Hij moet altijd even nadenken. Op het moment dat je gas geeft, het is niet meteen... Nee. Het is een beetje oude techniek. Ja, daarin zie je echt wat de stappen zijn gemaakt. Ja. Alle fabrikanten zijn gewoon veel, ja, veel beter geworden. Ja, met die DSG-bakken en alles. Ja. Dat is gewoon een stuk... En wat wil je er nog aan doen? Het achterlichtje moet je nog? Ga je er nog andere dingen aan doen? Of ja. Ja. Ik denk dat hij wel een beetje klaar is, hoor. Ja. Deze heeft dan niet die aluminium spiegels, die zilverkleurige spiegeltjes. Ja. Als ik die nog tegenkom, dan zou ik die er nog wel op zetten, denk ik. Maar verder denk dat ik er gewoon mee blijf rijden en een beetje wel knap hou. Oh, hij schakelt soepel, de bak. Ja. Is een hele nieuwe bak ondergaan? Of nee, heb je alleen gesurfaced, verse olie en een nieuw filter. Ja, ik vind hem heel netjes schakelen voor leeftijd. En er ligt er wat olie waar de parkeringen lek van het VQV-systeem dus dat heb ik vervangen. Ja. Dus hij heeft wel overal verse olie en verse filters, nieuwe distributie. Dus op zich qua onderhoud is hij wel weer, helemaal bij. Weer netjes. Dus het is eigenlijk de S8 die je zou moeten kopen, hè? Ik bedoel, als je er ooit vanaf wil, dan is het gewoon qua... Je bent wel klaar. Hij heeft techniek. In principe... Ja. Het is een beetje nadeel bij dit soort auto's, dat je gewoon wel... Je bent wel even bezig met al die kleine dingetjes. Ja. En grote dingen. En het is onderdelen is lastig. Ik moest... Ik zei dat het raammechanisme was stuk. Ja. Dan bel je de Audi dealer, ja, dat is er dus niet meer. En dan bel je voor de achterlicht, dat is er dus niet meer. Nee. Aftermarket is er ook niks. Nee. Dus dit, ja, omdat er gewoon niet zoveel van rijden, het zijn moeilijke onderdelen. Je hebt toch die Audi Tradition webshop, daar hebben ze toch heel veel dingen. Ja. Hoe hebben dat, ja hoor, je kan even goed als je op internet zoekt inderdaad, er is wel het een en ander te vinden. Ja. Maar goed, je wilt natuurlijk ook niet overal de hoofdprijs voor betalen. Nee. Zeker met zo'n oude auto, ja, ik ga er geen raammechanisme in zetten van 500-600 euro, nee, dat vind ik een beetje... Kunnen, Dus ja, nou gelukkig een gebruik te kunnen vinden. Ja. Dus nou, die er maar weer ingezet.
zo een beetje rein te houden. Tot ik weer wat anders vind. Ja, wat moet de volgende worden? Weer een S8, maar dan wel in naar de V10. Ah! Technisch minder goed als deze, maar ik vind het wel een hele. Is heel een hele gekke mooie auto. Mooie auto om te zien. Dat is een gekke auto. Ja. Want dat is natuurlijk die V10, die past er eigenlijk helemaal niet in die auto. Nee, hoort er eigenlijk niet bij. Nee, hè? Is wel een, maar toch, het heb wel. Ja, ik vind het gewoon een hele mooie auto om te zien. Ja, ja, dat ben ik met je eens. Het is een mooi stukje techniek. Ja. Lamborghini blokje, soort van. Soort van, ja. Maar dat is een andere prijskategorie, denk ik. Of valt het nog mee? Ja. Nou, ik moet wel zeggen, als je deze echt in een hele knappe staat met weinig kilometers, dan betaal je ook wel gewoon om en bij de 10.000 euro. Ja, true. Ja. Ik denk niet dat je zo'n is. Oh, dat zeg je, hoeveel kilometers heeft, maar het display doet het nu weer. Ja, af en toe is hij. Ja. Ik heb hem gekocht met 2.10, dus ik heb er 20 mee gereden, 2 jaar tijd. Zeker in het begin natuurlijk veel mee. Nou, dan heb je het nieuw en dan wil je heel veel rijden en dan ga je grote stukken rijden, maar nu. Nu wel minder. Ja, daarom, ik hou deze gewoon lekker rijdend en. En als ik een mooie opvolger tegenkom, dan. Maar liefst en met een beetje werk dus. Want dan kan je zelf doen. Of... Ja, en dan is die prijs technisch heel interessanter. Ja. Ik kan er wel eentje kopen die al af is, maar dat gaat toch vervelen. Ik koop vaak liever een auto wat iets aan mankeert. Ja, snap ik. En dan kun je zelf een beetje rommelen. En dan... Ja, het lijkt wel heerlijk als je dat kan. Ik kan echt helemaal niks qua sleutelen. Nee, het is met heel veel... Een band verwisselen, dat kan ik nog wel. Maar... Ja. Ja, het is met heel veel dingen gewoon makkelijk. Ja. Anders is dit niet te doen. Want dan, dan koop je hem voor 4 en dan ben je 10 kwijt met de omhoud. Ja, als leek zijnde zou je deze niet kopen. Er mankeert gewoon te veel aan. Dat was wel lekker oldschool. Geen Navi, maar gewoon een... Nee, gewoon nog een oude cassette spelen. Ja. Een bandje? Nee, vandaag niet. Heerlijk. Ja, dit was nog in de tijd van knoppies en veel lampies. En, Het is allemaal wat gedateerd, maar het werkt allemaal wel. En het is allemaal wel... Het zit wel goed in elkaar. Ja, ik heb natuurlijk een S4 gehad uit... eigenlijk heb ik hem nog steeds staan te koop. Uit 98, maar dit voelt wel degelijker. Dit is inderdaad denk ik een betere auto. Dat is wel grappig. Om er maar even in te zitten zo. Want ik herken natuurlijk veel van de knoppen. Ja, er is natuurlijk heel veel her en der gebruikt onderling. Maar ik vroeg aan jou, ben je nou echt een Audi-man? En vervolgens, de vorige was een A3 en de volgende eigenlijk een S8-V10. Ja. Dus eigenlijk ben je wel een Audi-man. Ja, ik ben het wel geworden. En waarom? Ik ben eigenlijk in de Suzuki's begonnen. Suzuki Swift, Swift GTI. Ja. De echte oude Suzuki'tjes van 1992. Die lichte bakjes met 100 pk. Daar heb ik er een paar van versleten. Maar goed, op een net ga je toch wat verder. Want die zijn ondertussen allemaal verrot en je blijft lassen aan zo'n ding. Ja. Ja, dan ga je een beetje zoeken. Ik heb een Volvo 850 een tijdje gehad, zo'n T5. Ah, ook leuk. Een hele fijne auto, maar die gebruikte eigenlijk meer olie als benzine op een end. Dus die moest er ook uit. Ja. Heel veel Japanse autootjes gehad en toch op een end een keer een Golfje 4 en toen die Audi A3. Ja, en dan merk je toch dat zo'n Duitser, zeker die Duitsers rond dit bouwjaar, die zitten gewoon goed, wel goed in elkaar. En je kan even goed zelf nog een hoop sleutelen. Maar zodoende ben ik toch een beetje een Audi-man geworden. Wordt later natuurlijk lastig. Maar is dat met zo'n S8 V10, dat wordt wel heel snel complexer, zo'n auto. Ja. Is dat nog voor jou wel te doen? Het is nog wel te doen, hoor. Het is... Ik zeg, alles is te doen, maar je moet het aandurven. Ja, true. Dus de vaak, de een die denkt van, ik brand mijn vingers er niet aan. En de ander die denkt, ik haal het uit elkaar en ik zie wel wat er... Ja, ik zeg doen, zo'n S8 V10. Ja, het is wel heel gaaf. Net als dit gewoon heel gaaf is. Ja. Het is van, als ik de goede tegenkom, dan wordt het hem gewoon. Ja, dan komt hij er wel uiteindelijk. Maar het is niet dat deze op weg moet, want hij is eigenlijk heel goed. Ja. Goed, vaak als je een beetje uitgehobbyd bent aan een auto, dan is het wel het punt om hem weg te doen. Ja, anders dan ga je aan allerlei dingen beginnen die wel geld kosten, maar niet zoveel meer toevoegen. Ja, de technische staat is nu eigenlijk wel goed.
Dus ja, nu zijn het nog wat cosmetische dingetjes waar ik me dan aan stoor, maar voor de rest is hij eigenlijk wel af. En als je geen Audi zou mogen als volgende auto, wat wordt het dan? Vind je lastig. Dus je volgende auto moet altijd iets beter zijn dan de laatste. Ja, of heel anders. Ja, ja, of heel anders. Ja, maar ik zou nooit een Toyota Aygo kopen. Nee. Ik denk dit van 360 pk. Dus ja, als het iets anders wordt, wordt het sowieso weer iets snels. Ja. Of iets met een hoop vermogen. Ja. Ja. Maar iets kleiners? Ja, zou kunnen. Ja. Ik heb de ruimte niet echt nodig. Nee. Het is meer zo omdat het kan. Dus ja. Ja, true. Dus misschien een S6. Dat zou ook die V10, ja, dezelfde motor. Ja. Ik vind alleen model niet zo mooi. Nee, dat is waar. Nee, ik snap het. De S8 vind ik mooier. Ja, is toch... Bijzonderder. Ja, toch... Lekker die V8 sound. Hier zou eigenlijk ook wel een klep in de uitlaat moeten. Ja, er zit er ook eentje in. Oh, zit er ook in? Ja. Oké. Okay. Wanneer gaat hij open dan? Of gaat hij vanzelf? Als ik deze in druk. Ah, kijk joh. Komt hij nu mee? Hij is niet zo... Hij is vrij bescheiden hoor. Ik ben niet zo van de... Nee? Nee, ik vind het, bij zo'n auto vind ik het niet passen. Ik hoef niet als een Honda Civic te klinken, dat vind ik niet... Nee, maar het is wel ook leuk. Dus nu zou die... Iets meer, ja. Hij is iets meer bescheiden. Hij gaat nu buiten de einddemper om. Okay. Ik heb bij Dirk Zorn, bij Emtune, bij andere RVS uitlaat onder laten bouwen. Dus er zit wel een klepsysteem onder, maar... We hebben nog ruimte overgelaten om hem eventueel nog wat luider te maken. Okay. Ja. Dat is toch leuk? Ik als je met een klep, als je hem toch open en dicht kan zitten. Ja, ja, dan zou die, dan kan hij wel wat meer herrie maken, ja. Ik vind het wel een mooi V8 geluid namelijk. Het is wel... Ja. Hij is wel aanwezig, maar niet te. Nee, nee. En ja, nog steeds wel een soort van bescheiden. Ja, dat vind ik ook een beetje bij de auto passen. Ik vind niet dat hij... Nee, dat is wel waar. Maar het is ook wel leuk om een beetje te verrassen. Dat je denkt, ik hoor iets aankomen. Ja, ik weet niet wat het is. Ja. Wat is het nou? Maar, ja. Nou ja, goed, dat is de, er is de ruimte overgelaten. Dus ik kan er nog wat aan aanpassen. Ik zou het doen. Dus dat is dan nog een dingetje wat dan zou ik kunnen. Ik zou het gewoon doen. Ja. Advies. Advies. Nou, advies. Ja. Gaaf auto. Leuk. Dankjewel dat ik erin mocht rijden, man. Ja, geen probleem. Echt heel leuk om even weer in een S achter te zitten. Het is toch gewoon een gave auto. Ja, je ziet ze niet zoveel. Nee, hè? Ja, het is de leeftijd. Ja, het is... Nou, wil jij je ook opgeven? URL hieronder. Klik er maar. En wie weet. Rij ik in jouw auto. Of Casper, hè? Als je liever Casper hebt. Kan hoor. Mag je gewoon kiezen. Ik ga gewoon lekker... 2 vakken zetten, denk ik, volgens mij.